Ja, kijk, een sleutel namaken, een wapen maken, met welke technologie dan ook. Als je dat wilt, dan kan je dat doen. Een wapen is nog steeds op de zwarte markt het makkelijkst te krijgen. En dan heb je ook een wapen waarvan je weet dat hij werkt. En dat hij niet in de verkeerde richting ontploft. Wat gewoon bij een plastic wapen nog een beetje een vraagteken is. Maar ik denk inderdaad met name dat het individu nu de mogelijkheid heeft waar je vroeger door een aantal poorten heen moest om daar te mogen komen. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel gaaf. De democratisering van productie. Jij kan het en je kan het zelfs alleen. Maar dat is tegelijkertijd ook best wel eng. Want daarmee ben je wel overgeleverd aan de gekheid van het individu. Ja, dat idee van ik print mijn eigen kleding, mijn eigen kopjes, mijn eigen lepeltjes. Dat is veel te sterk gefocust. Of het moet nut hebben. Niet alles wat we doen, gelukkig, moet nut hebben. We kunnen ook dingen alleen voor het leuk doen. En daar zie ik een grote rol voor die dipending weggelegd.